U kent het wel. Niemand gaat over één nacht ijs bij de aanschaf van een nieuwe auto. Kijken, kiezen en uiteindelijk wellicht kopen. Als de prijs tenminste goed is. En als het autobedrijf genoeg wil betalen voor de inruilauto. Het gaat om de hoogste inruilprijs. Klanten hebben het idee dat ze verkopers tegen elkaar uit moeten spelen om de prijs op te drijven. Soms lukt dat. Er is een enorm aanbod aan modellen. Nou, deze willen we hebben, maar ja, wat krijgen we voor die auto? Waardoor het voor verkopers vaak moeilijk is om de juiste waarde vast te stellen. Deze auto willen we. Het resultaat? Occasions worden vaak tegen verkeerde prijzen ingekocht, zijn daardoor moeilijk te verkopen en ze blijven te lang staan. Wat krijgen we nou voor die? De marge op de verkopen is laag. Het autotaxatiesysteem, ATS, verbetert het rendement, omdat het de juiste inkoopprijs bepaalt. De inkoopprijs wordt berekend op basis van de gemiddelde showroomvraagprijs. Deze prijs wordt per regio vastgesteld. Van de gemiddelde showroomvraagprijs worden de kosten afgetrokken. Die kosten bestaan uit reparatie en reconditionering en rente en afschrijving, gekoppeld aan het aantal voorraaddagen. Ook de winstmarge wordt afgetrokken van de verkoopprijs. Onder de streep komt daardoor de passende inkoopprijs tot stand. Uit onderzoek is gebleken dat klanten de strijd om de hoogste inruilprijs vaak helemaal niet prettig vinden. Maar omdat de geboden inruilprijzen soms zo ver uit elkaar liggen, hebben ze het gevoel dat ze er wel toe worden gedwongen. Ja, je moet toch wel? Dat hoor je van iedereen. Kijk, het is niet leuk, maar voor je het weet word je een paar duizend gulden door de neus geboord. Ja, maar het is toch belachelijk dat je bij al die bedrijven verschillende prijzen voorgehouden wordt? Ja, maar ze proberen gewoon allemaal zoveel mogelijk op je te verdienen. En dat terwijl we al een nieuwe auto willen kopen, daar verdienen ze toch sowieso een hoop op? Ja. Ja. Ik word er niet echt vrolijker van. Anders ik wel. Als klanten hun auto komen inruilen, dan zal de verkoper zich vooraf de vraag stellen of hij deze zelf zal verkopen of dat hij de auto doorstoot naar de handel. Voor de auto die zelf wordt verkocht is de gemiddelde showroomvraagprijs in de regio dus het uitgangspunt voor de inkoopprijs. Als de wagen naar de handel gaat, kan men in ATS de gegarandeerde handelsprijs opvragen. In beide gevallen biedt ATS het autobedrijf de mogelijkheid het inruilgedeelte van de activiteiten weer winstgevend te maken. Zie je, en dat is, je hebt een heel diep zicht. Zo'n spacewerker zou ik maar zeggen. Hey, heb je gezien? Ja, ik zie hem. We willen deze. Maar wat krijgen we nou voor die? Ja, meneer, dat kan ik zo heel moeilijk zien. We hebben een heel goed systeem waarmee ik kan bekijken wat een auto, als die bijvoorbeeld van u, werkelijk waard is. En daarvoor moeten we ook weten hoe de staat van uw auto is. Mijn collega van de werkplaats zou hem heel graag even willen bekijken. Mag ik de sleutels even? Ja, u bent autoverkoper, u heeft er verstand van. U kunt toch zo ook wel zeggen wat u voor die auto geeft als wij een nieuwe bij u kopen? Ja, meneer, ik kan u wel een prijs geven. Maar het is van belang voor ons beiden dat ik u een juist aanbod doe. He, dat ik u een prijs geef die gebaseerd is op de werkelijke waarde van uw auto. Ja, en van gokwerk wordt het er niet beter van. Het kost maar een kwartiertje, maar dan weet u ook dat we een juist aanbod doen. Ja, dat is misschien wel goed. Nou, dan ben ik toch wel erg benieuwd wat dat voor systeem is. ATS is een initiatief van de BOVAG, afdelingen NDA en ABA en ANWB. De uitvoering is in handen van RDC Datacentrum en Autodata Nederland. ATS verstrekt optimale informatie bij de inkoop en verkoop van gebruikte auto's. Doel is verbetering van het rendement. ATS maakt gebruik van de gegevens van de online registratie bedrijfsvoorraad en het autovoorraadsysteem en is daarom altijd up-to-date. In het autovoorraadsysteem voeren meer dan 3000 autobedrijven de showroomvraagprijs in van de auto die zij op dat moment vrij waren. Daardoor zijn constant de showroomvraagprijzen bekend van 225.000 auto. Aan de hand van deze gegevens worden elke week met de autodata berekeningsmethodiek de actuele vraagprijzen gecalculeerd van bijna 20.000 typegoedkeuringen. Voor iedere typegoedkeuring is er een eigen actuele verkoopprijs. De showroomvraagprijzen worden per regio verzameld. Extreem hoge en extreem lage waarden worden buiten beschouwing gelaten. Vervolgens berekent de computer het gemiddelde, de actuele verkoopprijs.
door het autobedrijf ingevoerde prijs telt 6 maanden mee, maar steeds minder zwaar. De kans dat de wagen inderdaad voor die prijs wordt verkocht, wordt immer steeds kleiner. Als de verkoper de showroomvraagprijs tussentijds aanpast in het systeem, meestal omdat de prijs is verlaagd, gaat weer een nieuwe periode van 6 maanden in. In een klein aantal gevallen zal ATS geen actuele verkoopprijs geven. Dat houdt verband met een te grote spreiding van de gevonden vraagprijzen of met een te gering aantal meldingen. Overigens leidt meer dan 90% van de raadplegingen wel tot een actuele verkoopprijs in ATS. Kijk, met dit systeem ga ik berekenen wat ik voor uw auto terug kan geven. Daarvoor moet ik 3 dingen doen. Ik begin eerst met het invoeren van uw kenteken. En dan ga ik naar de kilometerstanden. De auto die u op het oog heeft, daar zit ongeveer 1 maand levertijd op. Wat denkt u, hoeveel kilometer rijdt u nog deze maand? Nou, naar mijn werk. Een stukje privé. Een goede 1500. Ja. Goede 1500 kilometer? Ja. Mm-hmm. Kijk, ik moet 2 keer de kilometerstand ingeven. U heeft nu 71.512. Oh. Ja, sorry. Dankjewel. Kilometer op de teller staan. Hier zet ik de kilometerstand bij inruil. Zeg maar een dikke 71,5 plus 1500 is 73.000. En hier moeten de gegevens voor de nationale autopas. Dat is de werkelijk afgelezen kilometerstand. En dat is dus 71.512. Zo, nu gaan we even naar de werkplaatsgegevens. Met Alt-W of met de muis komt u in het werkplaatsrapport. Nou, kijkt u maar even mee. De motor is uitstekend. Koelsysteem, koppeling, versnellingsbak, remmen. Schokbrekers in orde, maar dat komt bij de banden. Rondom, zowel voor als achter. Versleten. Het is 300 voor de banden voor. 300 voor de banden achter. Dan gaan we verder. Interieur, oké. Okay. Lakwerk. Ja. Paar krasjes. Dat heb je altijd, hè? Dat hou je toch, ja. 600 gulden. Dan gaan we verder naar het onderhoud. En dat gaan we op 550 gulden. Dat moet u zien als een soort van grote beurt. Ja. Nou, en als u dan meekijkt, dan ziet u het hier, 1750 gulden. Ja, interessant. Het systeem verwerkt het automatisch. Vanuit het werkplaatsrapport komt u via het veld OK terug in het hoofdmenu. Dan bouwt u met Alt-R of met de muis naar het blokje RDC ATS contact op met RDC Datacentrum. Met het overzijnen van de gegevens meegerekend moet u 40 seconden wachten. Met een ISDN-lijn komen de gegevens al in 7 seconden over. Op de linkerkant van het scherm verschijnen dan de unieke gegevens van de in te ruilen auto. Allereerst de voertuiggegevens. Het merk en het model verschijnen. Het bouwjaar, de typegoedkeuring, het aantal deuren, de brandstofcode, cilinderinhoud en het aantal versnellingen. Dit klopt, hè? Fiat Brava 1.6 16 klepper. Ja, maar het is wel de dure uitvoering, hoor. De ELX. Het is niet zomaar een standaardmodelletje. Via F4 of met de muis onder Auto-info krijgt u meer informatie over de uitvoeringsspecificatie van de inruilauto. Deze informatie komt uit AGS, het autogegevenssysteem van RDC Datacentrum. Raadpleging is van belang omdat onder 1 typegoedkeuringsnummer diverse uitvoeringen kunnen vallen. U kunt in deze pagina bladeren om de juiste uitvoering te selecteren en de daaraan gekoppelde opties te bekijken. Eventueel kunnen extra opties, zoals een autoradio, worden ingevoerd. Via het BPM-bedrag in ATS is berekend wat de catalogusprijs was, inclusief de op de auto geleverde fabrieksopties. Weer terug in het hoofdscherm staan onder de voertuiggegevens de kentekengegevens. Datum deel 1, datum deel 2 en de APK-vervaldatum. Nou, de APK-duur nog even. Hé, hey, wat is dit voor regel? Er staat niks. Nee, gelukkig niet, meneer. Dat is de signaalregel. Nee, op die regel staat alleen wat als er iets niet in de haak zou zijn met uw auto. Als hij bijvoorbeeld gestolen zou zijn of al gesloopt. Of stel, u maakt een proefritje met een auto van een andere garage. En u zou bij mij eens komen informeren wat die waard zou zijn. Gebeurt dat? Dat gebeurt, meneer. En dit is allemaal... Bij u is alles in orde. Verder staan de prijslijstgegevens vermeld. De huidige en de oorspronkelijke catalogusprijs en de daarbij behorende ingangsdatum. Deze catalogusprijzen zijn gekoppeld aan de desbetreffende typegoedkeuring. Ook wordt hier het originele BPM-bedrag
en het openstaande BPM-bedrag van deze specifieke auto getoond. Dus inclusief de eventuele af fabriek geleverde opties. Via het herberekende BPM-bedrag kunt u zien wat er oorspronkelijk voor de betreffende auto betaald is. Onder de prijslijstgegevens staan de gegevens van de Nationale Autopas, als bovenin tenminste de afgelezen kilometerstand is ingegeven. Aangegeven wordt of de kilometerstand logisch is of niet. Ook als zich een trendbreuk heeft voorgedaan in of voor de laatste 5 NAP-kilometerstanden die in ATS staan vermeld, wordt dat onderaan dit blok aangegeven. Hé, hier staat de inruilprijs. Maar ik zie dat soort auto's altijd veel duurder in de showroom staan. Klopt, maar wij hebben natuurlijk kosten aan de auto voordat we hem te koop kunnen aanbieden. En we willen zelf natuurlijk ook nog wat verdienen. Ja, dat zal wel heel wat wezen. Dat staat vast daaronder. Of dat mogen wij natuurlijk niet zien. Jawel, daar doen we helemaal niet moeilijk over. Kijk, onze klanten gunnen ons best wel wat. Kijk, hier is heel veel meer te zien. Aha. Die auto wordt in de meeste showrooms aangeboden voor 24.200 gulden. Maar we weten natuurlijk dat kopers van een occasion altijd iets minder betalen. Mensen proberen toch altijd een beetje af te pingelen. Kijk, in dit geval staat dat op 10%, maar in uw geval kunnen we dat reduceren naar 5%. Hier ziet u ook dat auto's bij ons gemiddeld 120 dagen in de showroom staan. En dat kost rente. En dat is ingecalculeerd. Ja, maar deze ben je zo kwijt. Dat klopt, want het systeem geeft aan dat dit type in Nederland gemiddeld al na 60 dagen wordt verkocht. En dat voer ik nu in. En uw nieuwe auto zal pas over een maand worden afgeleverd. Dat moet ik hier invullen. En dan hebben we nog de prijstrend. Sorry, prijstrend? Ja, elke maand dat de auto hier staat wordt die een beetje minder waard. En wij stellen dat op 1%. En dan hebben we nog de marge. Kijk, dit willen wij er graag op verdienen. En hier staan de onderhoud- en reparatiekosten. En dan kom ik hier uit op een inkoopprijs van 19.000 gulden. Ja, maar die cijfers komen toch niet toevallig tot stand? Wie stelt dat eigenlijk samen? De instellingen voor de correctie, voorraaddagen, rente, prijstrend en marge worden door het management of de afdeling verkoop ingevoerd en regelmatig aangepast. Dat gebeurt in het menu Parameters, waar u met Alt-P of met behulp van de muis naartoe gaat. Op deze wijze komt u ook in het menu om de parameters per merk en per model te wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld voor uw eigen merk andere parameters vaststellen. Ook kunt u rekening houden met de eigen voorraadsituatie door bijvoorbeeld een lagere inruilwaarde te laten berekenen voor auto's waarvan u er al veel in voorraad heeft. Of een hogere als u juist een bepaald merk of type wilt inkopen. De vaststelling van de parameters is van cruciaal belang. De parameters bepalen de inruilprijs die u voor een auto wilt bieden. Ze dienen regelmatig te worden aangepast aan de veranderende marktsituatie. Bij veel bedrijven die met ATS werken, wordt regelmatig gecontroleerd of de parameters nog de juiste waarde hebben. Dat kan worden gedaan door een vast groepje uit management en verkoopstaf dat zich regelmatig over de cijfers buigt. Nou, weet u wat we nou zo fijn vinden? Dat we nu weten hoe de prijs van onze auto tot stand is gekomen. En dat we kunnen zien dat u daar gewoon een reëel bedrag op probeert te verdienen. Dat het niet gewoon allemaal van dat natte vingerwerk is. Fijn. Nee? Ja. Dat is voor mij ook niet slecht. Want nu kan ik me ook vooral gaan toeleggen op waar ik goed in ben. Namelijk verkopen van deze auto. Want dit is precies wat u zoekt als ik goed naar u geluisterd heb, toch? Ja. Hij is prachtig. Maar we willen hem wel graag in het blauw. Geen punt. En de prijs zoals hij uit de computer kwam, die blijft? Ja, maar ik mag u op deze nieuwe auto ook wat korting geven. Bij gebruik van ATS wordt duidelijk bij welk deel van de activiteiten de kostenposten liggen. Er vindt een duidelijke splitsing plaats tussen de inkoopprijs van de occasions en de korting die op de nieuwe auto wordt gegeven. Voorkomen wordt dat de klant dubbel voordeel heeft. En korting op de nieuwe auto en een te hoge inruilprijs. Stel dat een auto wordt ingeruild waarvan al vaststaat dat deze naar de handel gaat, dan biedt ATS de mogelijkheid de waarde daarvan zeer nauwkeurig vast te stellen. Via Alt-H of met de muis kan men de handelsprijs in ATS opvragen. Deze handelsprijzen worden voor elk merk vastgesteld door handelsprijzencomité's die speciaal zijn ingesteld voor dat merk. De handelsprijzencomité's bestaan uit 2 ABA-bedrijven en 5 dealers van dat merk, allen NDA-leden.
leden garanderen dat zij de auto afnemen tegen de in de ATS berekende netto handelsprijzen. Wie een auto wil aanmelden, vult in het vervolgscherm het aanmeldformulier. Dit wordt uitgeprint en gefaxt naar Autodata Nederland. Een van de leden van het handelsprijzencomité neemt dan contact met u op voor de verdere afwikkeling. Op basis van het ingeven van het kenteken en de kilometerstand biedt ATS u exacte voertuiggegevens, nationale autopasgegevens, signalering van diefstal en sloop, etc., eigen instelling van kosten en marge, actuele verkoopprijzen en gegarandeerde handelsprijzen.